Hoi, ga jij iets doen wat heel spannend is en je bent een beetje zenuwachtig, nerveus ervoor? Gebruik dan een buikademhaling. Als je in de situatie bent waarin je iets nieuws moet doen, het is heel spannend, je krijgt een uitslag of nou ja, je bent ergens waar je je druk maakt. De buikademhaling is altijd de beste manier om te ademen. Hoe ga je dat doen? Gewoon voeten op de vloer. En de buik op de inademing mooi bol laten worden. En op de uitademing trek je hem in het begin eventjes terug op de uit. In, mooi bol. Uit, trek hem terug. Die in- en uitademhalingen, die ga je tellen. Je telt bijvoorbeeld op de inademing. 1, 2, 3. Ga je niet gelijk uitademen? Je past een kleine pauze toe. En dan, na die kleine pauze, ga je pas uitademen. Maar die uitademing, die doe je geen 3-tellen. Die doe je wel 4-tellen. En als je die telling langer kan maken, zodat je ademhaling ook langer wordt, dan word je vanzelf wat rustiger. Dus dan tel je de inademing geen 3 in, maar bijvoorbeeld in 4 tellen in. En de uitademing niet 4 tellen, maar bijvoorbeeld 5. Is dus voor iedereen anders. Je moet daarmee experimenteren. En dan het liefst natuurlijk voor het tijdstip dat je. Nerveus bent of zenuwachtig. Laten we hem samen doen. Leg je handen maar op je buik. Kun je ook doen als je ergens bent. Niemand ziet dat toch. Adem je lekker diep in. Buik wordt bol. Twee, drie, even vasthouden. Uitademen. Twee, drie, vier, even vasthouden. Een, twee, drie. Een, twee, drie. Vier, doe nog één keer. Een, twee, drie. Een, twee, drie. Vier. Ik weet zeker dat dit je helpt. Succes.